soms krijg je dan een spijtverlies. En ik dacht, wat is het nou aan mijn muzikale boom waar ik mee bezig ben, zeg maar, dat is zo'n woord, zo'n tak. En dat was voice volgens mij. En die mensen die hebben ze gestuurd. En toen zijn 90% van de groep, we komen direct weer terug. En die namen ook nog mensen die hier staan. We hebben één keer gerepeteerd afgelopen dinsdagavond. Mensen hebben thuis een muziek gestudeerd. En ik zal u verzekeren, het gaat prachtig klinken. En aan die kant, Man of Hope, u hoort ze al bij het eerste Ingelsing van de Heiland. Man of Hope is ontstaan tijdens de coronacrisis. Toen ging ik op een gegeven moment wat online opnames maken. En toen had ik op een maandagochtend een groep mannen nodig in Zwijndrecht. Laatste oordeelsdag. Op de dag moeten we allemaal voor de rechter verschijnen.
heeft mij tot gezonde en leidde van Jezus Christus aan het kruis. En dat zal later weer gezond worden en weer altijd zal. En het volgende internet zo heeft er ook mee te maken, via de middels. Kruisweg die Jezus geeft. Kruisweg door Jeruzalem. Het is ook nieuw te zien als je in Jeruzalem loopt, in verschillende staten waar Jezus het zei, waar iets gebeurde. Het was allemaal onderweg naar het kruis. Thank you.
Questo come fa la ragazza di pa, che ne va a e so certo che da oltre piuttosto che un prato di vedere che faccia molto semplice. Ho un cristiano che ha fatto e ne si vede che è un po' completo. Solo c'è un certo tosse. Ha prato un eind e chi mag sta gaan, maar de Heer zal uit ons zijn. Dan Arjen Vee, van Tor Aas. Lam God, dat de zonde de wereld draagt, van ver nu over ons. En dat doen we de bovengeleiding door Hugo. Hij zit nu boven. Daarna komt hij naar beneden en dan vertel ik nog even iets over de stukken die daarna volgen. Ik ga eerst Psalm 42 van Klaas Jan Mulder. Man of Hope. Mooi naam, Man of Hope. Hope is echt afhankelijk. Thank you.
mensen gingen kijken bij de spiegel en dat het leeg was en donker was. Dat hoor je ook in het zingen. Het intoneren van de stem is dat heel donker. Maar dan op een gegeven moment komt die prachtige climax. Arise, my love. Daarna zingen we tijdens kracht in het bloed van het land. Prachtig lied en veel mooie handen weer. Het mag natuurlijk niet ontbreken op een passie in plaats van zijn. Solist daarbij is Geert Westerhoff. Ik vind het zo mooi. Dat heb ik ook in Sveen, en in Nijkerk, en weer in het Loonsveen. En eentje uit Dirkzand. En eentje uit Waarden. Het zijn allemaal van de mannenkoor.
Heer, hoe groot bent u, dat u het allemaal gemaakt hebt. En dat schrik ik op het.
denk hoe Jezus zonder klagen de weg gegaan is als een man. Hoe hij onze straf wilde dragen. Nou, hoe bijzonder is dat als je dat tot je door laat treden. Want hij stierf aan het kruis van de zonde van de wereld. Dan kun je maar even zeggen, hoe groot zijt gij? En dat laatste gebed. Het is niet gebleven bij het graf. Jezus is weer opgestaan en hij merkt het al in het leven van mannen als anderen. Het gaat echt naar basis van de opstanding. Er komt een licht in het programma over. Stukken in de muziek. Jezus is weer opgestaan. Hij is ook terug hier op de wolken. Daar gaat het derde boek over. Hij komt terug op de wolken met een bazuin geschallen. En kunnen we maar even zeggen.
volgende internetse, de laatste internetse van vanmiddag. En dat zal zijn het kerkgebied gepleegd zijn in de bewerking van Jan Mulder. Als het goed is, is het nu gewoon intussen boven aangekomen en zal hij beginnen. Vanaf het orgel. Thank you.
Soms heb je van die dingen waar je uiteindelijk op het moment zelf al weet, dit ga ik me herinneren. Ik stond op een gegeven moment mannen van mij en vrouw te dirigeren. En dan zie je mannen die vandaag voor het eerst naast elkaar staan te zingen, stukken wat ken. Maar die zie je muzikaal en ook op persoonlijk naar elkaar toe groeien. En het is als dirigent om te zien echt heel erg bijzonder. En zoals het ook met Voice, alsof we elkaar vorige week nog gezien.